Johan Cruijff was een van onze grootste voetballers. En als hij nog had geleefd, was hij 75 jaar geworden. Zijn stichting bestaat 25 jaar, wij zelf bestaan 20 jaar. Dus het is tijd voor een feestje. Honderden kinderen met een handicap zijn afgereisd naar het trainingsveld van Ajax. Soms met een lichamelijke handicap en soms zie je de handicap ook niet. Samen met de beste topsporters van Nederland proberen ze vandaag allerlei sporten uit. Een handicap staat sporten namelijk niet in de weg. En echt iedereen wil hierbij zijn. En we doen straks ook nog een voetbalwedstrijd. En dan krijgen de beide teams een coach. En dat deze niet is een verrassing. Oh, wat heel leuk. Waarom ben jij hier dan eigenlijk? Ik, hè? Ja. Oh, ik ben hier ook voor autisme. En, Oh ja. En jij bent ook op zoek naar een sport? Ja, eigenlijk wel. En heb je die al gevonden of niet? Ja, ik vind hockey vond ik wel leuk. Hockey vond je leuk. Wat leuk. En waarom zijn jullie hier vandaag? We gaan sporten, omdat wij het belangrijk ook vinden dat mensen met beperking kunnen sporten. Want ik heb DCD en dat is coördinatieontwikkelingsstoornis, waardoor ik sommige bewegingen moeilijk kan. Ja. En heb je al een sport gevonden hier die je heel leuk vindt? Je dacht van, nou wist ik helemaal niet dat dat kon. Ja. Wat dan? Tennis. Ah, ja, dat is natuurlijk ook heel leuk, tennis. Wat goed van jou, ja. Hoe is dit? Goed. Leuk dat je er bent. Dit is Esther Vergeer, een van de beste rolstoeltennissers ooit. Zij won wel 7 gouden plakken op de Paralympische Spelen. Hoe belangrijk is het eigenlijk? Nou, het is wel echt heel belangrijk dat die kinderen gewoon hun weg vinden naar verschillende sporten. Ja. Om te laten zien wat kan er allemaal. Nou, en hoe belangrijk is het om, ook al wat voor beperking je hebt, of dat nou heel zwaar is, zware handicap of niet, maar dat je altijd wel ergens terecht kan. Hey jongen, hoe is het? Ja, goed man. Gaat het goed? Heb jij zelf al een sport gevonden van dat zou ik wel willen doen? Ja, ik heb eerst hard horden gedaan. Kan jij goed horden lopen? Dat wil ik wel even zien. Ga jij even een stukje hard horden? Ga kijken, ga maar. Even kijken, laat maar zien. En ja, start. Oh ja, dat komt niet aan. Hij kan het ook gewoon kijken. Oh, mis. Oh ja, goed. Oh ja. Ja, ja. Ja, maar dat is inderdaad ook heel goed. Echt een sport voor jou? Ja. Echt een sport voor jou, hoor. Ja, ik ging heel snel. Dit ging heel snel. Ja. Hey, goed. Waarom ben jij hier dan? Nou, gewoon. Vind ik leuk. Oh, om handtekeningen te... Ja. Ja? Sta ik er ook in? Ja. Nee. Ergens. Ja. Oh, waar sta ik? Weet ik niet. Zoek mij even op dan ga ik met jou op de foto. Sta ik er niet in? Nee. Nou, dat vind ik... Sta je er bij mij misschien wel in? Ja? Alsjeblieft. Sta jij... Sta jij wel in dat boekje? Nee, sta jij niet in het boekje? Sta niet in het boekje? Nee. Zit Evelien er wel in? Ja. Ik sta er wel in. Waarom ben jij... Waarom sta ik er niet in? Schande, 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 schande. Ik ben eigenlijk helemaal niet goed in handtekeningen zetten. Een klein beetje... Ik doe wel een klein beetje mijn best hoor, voor jou. Ik sta niet in dat boekje. Ik zal ze zelfs even laten zien hoe goed ik in sport ben. He? Kom ik vanzelf in het boekje. Nou, heerlijk. Kijk, we gaan. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Heel zachtjes. Zachtjes. En 4 op een rij. Ja, gewoon hij. Er zo doorheen en dan ging ik. Ja, zo. Hoppakee. En dan doe je 1 hand omlaag. Ja, je gaat wel heel makkelijk liggen. Jij bent rood, hè? Ik ben lichtblauw. Mensen, ik vind het leuk. Zo. Ik heb wel wat sneller, hè? Ja, maar dit kan ik toch niet. Hier kan ik niet tegenop. Je zit er bijna tegenaan ook. Schaam jij je niet? Je bent er goed in, hè? Ja. Gewonnen! Vind je het leuk, lieverd? Ja, leuk, hè? Je hebt er wel talent voor, zie ik, ja. Ja, weer! Als ik nou niet meer in het boekje kom, weet ik het ook niet. Nou, ik dacht, ik wil een keer op beeld komen. Ja, mij zou het wel heel leuk lijken. Om beeld? Ja, om op beeld te komen. Om op televisie te komen. Ja. Dat snap ik ook. Maar we moeten even zoeken naar een camera. Ach, kom. Oh, ja. We willen graag even in beeld. Oh ja? Ja. Ja. Hij wil gewoon even op televisie en dat is fijn ook. Hè? Ja. Ja. Is dat jullie presentator? Slag even.
Nou, kom maar op bij een beeld even dan. En hoe gaat het heten op deze video waar ik op zit? Dan? Ja, maar hoe gaat dit heten? Lachen, ja? Waar ben jij op zoek naar? Jij bent op zoek naar nieuwtjes. Eigenlijk Jordi Kruijf. Staat hier het boekje? Ja, staat erin. Oh, oké. Okay. Nou, fijn dat we even op de NOS zijn. Ja. Jij en ik samen. Ja, hey, dankjewel. Ja, heb ik het voor jou geregeld? Hap. Dank je. Zwart. Ja, heel goed. Dit is Sjaak Zwart. Die heeft nog gevoetbald met de grote Johan Cruijff zelf bij Ajax en het Nederlands elftal. Met het nieuwe Cruijff, afgespeeld door Zwart. Ik had een vraag. Kan u me even bijstaan bij helpen daarin? Ja, natuurlijk. Aan u? Aan u? Iedereen heeft van het boekje, van die handtekening boekjes. Ja. Sta ik niet in? Echt niet? Ik ben toch heel goed in heel veel sporten, meneer Zwart. Dat weet u toch ook wel? Ik was een goede linksback vroeger. Linksback? Ja. Backup. Ik was ook backup. Gaan we nu nog regelen? We doen een stintje erbij plakken. Ja, graag. Hey, dank u wel. Fijn dat ik weet dat ik in ieder geval in het boekje... Ja, nee, harder wel. Keeper? Basketballen. Ja, basketballen. Ik heb inmiddels het anders aangetrokken. Het is ook een beetje warm met een fluitje. Want ik ben scheidsrechter. De twee voetbalteams, nou, die krijgen straks een hele bijzondere coach. Dat deden ze nog niet. Dus, ze zijn al bezig. Ik ga ze onderverdelen in blauw en oranje. Oranje. Kijk. Ja. Nobby mag blauw. Oh, blauw. Ja, blauw. Okay. Heerlijk. Wie moet dan meer? Oranje mag naar Younes. Oh ja, oh, heel goed. We hebben een team oranje en we hebben een team blauw. Dat is prettig om te weten. Ik heb voor jullie coaches geregeld. Dus die ga ik even halen. En ga jullie vast een beetje intrappen. Een beetje warm worden. Is wel handig, hè? Ja. Sabina. Hoi, Ronald. Hey. Hi. Ik heb voor jullie twee teams. Het blauwe en het oranje team. Ik dacht voor jou het oranje team. Nee, jawel. Nee, zelf dan. Dat eraan komt, toch? Ja? Ja. Die is daar. Als jij daarheen wil lopen, dan ga ik met jou vast even naar het blauwe team. Kom, ja, ga maar naar het blauwe team. Ga jij naar het oranje team daar? Die kant op. Ronald Koeman en Sarina Wiegman zijn twee van de beste coaches van Nederland. Ronald won als speler ooit het EK met oranje en is binnenkort weer de coach van het Nederlands elftal. En Sarina was de coach van de Oranje Leeuwinnen toen ze het EK wonnen in 2017. Jongens, ik heb voor jullie... Sarina, ja, hier, kijk eens even. Misschien moet je ze een paar tips geven. Wat je zegt van nou, misschien... Hebben jullie al geoefend net? Ja, een beetje geoefend al. Wat hebben jullie geoefend? Ze hebben een beetje geoefend al. Dicht houden? Wat moet je dicht houden? En een bal. Ja, de bal dicht bij je houden. Ja, precies. Oké, wat geef dan meer? Geef een tip, hoor. Ga ik even naar Ronald. Geef een tip. Ja, is goed. En dicht houden. Ja, ook eens een... Ja. Moet kijken, plekken zo weet. Zo, jij hebt vaker geoefend. Ja, we hebben een hele grote coach voor jullie. Ja. En dit is het. Hier moet je een dit team is... van, dit moet je team van maken. Dat ziet er goed uit. Toch? Ja, ze willen winnen. Hè? Jullie willen winnen, toch? Ja. Welk systeem is het beste om te spelen? Allemaal verdedigen 18-2. En allemaal aanvallen. Allemaal, ja, dat vind ik een goeie. Ben jij aanvallen? Hebben we nog een keeper? Zijn er nog meer aanvallen? Hey, kijk. Keeper, goede keeper erbij. Kan je een beetje bal vangen? Kijk je dan. Oh, nee, dat doet het niet. Oh, dat zit wel goed. Dat heb ik al gezien. Kan je ook een beetje voetballen? Ja, oké. Okay. Dat komt ook helemaal goed. En die buitenspel staan, hè? Ik fluit een beetje. Dat, oh, je bent een scheidsrechter. Een beetje scheidsrechter. Ja, heb jij ook nog een tip voor ons allemaal? Ja, voor de goal. En we willen winnen. En we willen natuurlijk winnen, want dan gaat het om één goal meer maken dan de andere partij. Heel veel. Dit is een beetje onze verdette, meneer Koeman, Younes. Ja. Nee, de man van de acties. Man van de acties? Links. Oké. Okay. Ja? 3, 2, 1, Oliver! Nou, daar gaat ze hoor. Ik ben heel benieuwd, die kant op, ja. Oh, daar is de bal, hè? Een beetje helpen daar. Zo. Ga een beetje helpen. Ja, oranje 1-0. Je moet ze beter coachen hoor, want dit gaat niet goed. Nee, maar. Ja. Nee. Ja. Penalty. Ja, sorry. Ja, penalty. Ja, hè. Heel duidelijk. Aan de kant. Penalty staan. Penalty. Klaar. Ja, 2-0. Dat was wel een goede goal, hoor. Goed gedaan. Maar ik ben voor blauw. Nee. Ik ben wel voor blauw. Nee. Ga door. Je moet. Ja, helpen daar. Ja, ga maar helpen daar. Kom op. Ja, nu is blauw aan de beurt. Heel goed. Ja. Keeperbal. En hoe gaat het tot nu toe? Staat goed. Het staat goed. Het staat 2-0 voor. 2-0 voor. Ja, dit is perfect. Kijk eens, er wordt goed gedribbeld ook. Kijk eens eventjes. Kijk, dit is mooi. Dit is mooi. Dit is heel goed. En oh! Corner. Ja, kijk, we gaan erin schieten. Ja, daar komt hij. Ja. Oh, weer een corner. Corner. Ja. Oh,
er weer, Connor. Ah, ja, kom. Oh, jammer. Kom maar. Eventjes blauw die kant op, oranje deze kant op. Weet je wat we allemaal goed doen? Nou. We zijn goed verdeeld over het veld. Ja. We hebben goede aanvallen. Prima. Penalty, hè? Ja, goed, hè? Goede penalty, hè? Ja. Maar nu doorgaan, hè? Gaat het goed? Ja, jij kijkt alleen maar naar de doelpunten. Maar het gaat best wel goed, want we waren de hele tijd daar. Ja. Oké, we hadden een paar corners natuurlijk. 3, 2, 1, oh! Als we bij dat doel zijn, naar die boot toe, en op doel schieten. Kom maar, kijk aan. Kom maar. Oh, schiet erin. Lekker, Sardine. Ja. Die kant op. Ja, heel goed, Sardina. Ja, pak hem maar. Heel goed, ja. Oh, wat goed. Ja, lekker. Schoren. Er moet nou gescoord worden. Nu moet er gescoord worden. Schiet die bal erin. Schiet hem erin. Goed zo. Schieten. Pak hem. Goeie keeper. Goeie keeper. Goed gedaan. Maar hij moet daarin. Waarom? Dat is ook niks verder. Die laat het man een beetje begaan. Ja, nu dan. 2-1. Ja. Kom maar, jongens. Nog 2 minuutjes. Gaat hij heen? Ja, 3-1. Maar ja. Ja, jullie staan te slapen. Ja, door. Nou, kom op, blauw, dan gaan we weer. Afgelopen! Kom er even allemaal bij. En omdat jullie het zo goed gedaan hebben, krijgen jullie van Ronald en Sarina een prachtige medaille. Tijmen, onze topscorer. Toch? Ja. Heel goed. Alsjeblieft. Goed gekiept, jongen. Hey. Hé? En het doelpunt tegen kon je niks aan doen. Heel goed. Gefeliciteerd. Applaus voor jullie en applaus voor Ronald en Sarina. 5, 3, 2, 1, Oliver!